It's all I wanna do. Blip. Yo, ik ben Chesto en welkom bij weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag gaan we weer een keer Black Ops 2 spelen, maar met een opdracht. Want iemand heeft aan mij gevraagd, ik weet even niet meer wie, sorry daarvoor, om ik met de type 25 wil gaan spelen. Nou, hier is de klas dus gewoon normale standard class waar ik ook mee met de AN94 zou mee gaan spelen. Dus we gaan kijken wat we dus met dit wapen kunnen gaan doen. Er staat dus nog wel een silencer op, want dat vind ik gewoon zelf super chill. Zodat je stealth bent op de minimap. En na de AN94 en de MSMC etcetera vind ik dit wel een chill wapen. Alleen ik heb hem toen de tijd alleen gebruikt om hem even goud te halen zodat ik diamonds kon lopen. En oh, daar stond er ook in, die gebruik ik type 25. Maar als je deze video natuurlijk leuk vindt, laat dan alsjeblieft een blauw duimpje omhoog achter en helpt mij enorm. En wat ik wel weet is dat ik als ik tegen een AN kom ofzo, ben ik wel fucked. Ik heb er eentje. Want de fire rate van de type 25 was super hoog. Alleen de damage. Oh, ik heb je. De damage kan iets hoger. Maar. Let's go. Thanks to the flak jacket, Call of Duty. Even reloaden. Ik weet niet precies waar ze zitten. Daar zag ik geen. Ja. Dat is dus chill aan die. Oh my god, er zat er nog één. Die zag ik niet. Maar dat is dus chill aan die fire rate. Kijk, bijvoorbeeld een AN94 heeft niet zo'n hele snelle fire rate. Maar althans best wel snel, maar niet zo snel als de type 25. Friendly UAV. Oh wauw. Die had ik niet gezien. Schrok me ook. Het is altijd wel grappig om te zien als ik bijvoorbeeld ga editen. En dan heb ik ben ik bijvoorbeeld geschrokken. En dan kan ik zelf helemaal gaan lachen daarom, weet je. En dan komt mijn moeder bijvoorbeeld. Goed. Teamduizend week. Ja hoor, ik stond al lang achter een muurtje. Ik sta negatief. Oh, dat wil ik niet. Ik moet natuurlijk wel even lekker scoren neerzetten. Maar komt hij daar ook hier naar binnen? Oh, hij is op deur. Oh, thanks teammate. Gebruik mijn teammedaille als lokaas. Nou, sorry daarvoor. Ik hoop dat hij begrijpt. Ik heb mijn UAV. Vind ik helemaal mooi. Nu mijn stel chopper maar op het dan nog. Dat zou ik nog mooier vinden. Komt er even hier blue. Mijn teammates hebben blue wel. Hostiles have destroyed your UAV. Contact with weapon. Oh, daar heb ik geluk. Ik ben bang dat ze hier gaan spannen. Dus ik loop voor de zekerheid even. Gepre-aimed. Ze spannen hier niet. Ik moet wel opletten dat ze daar niet via daar komen. Team, het gaat door voor. Nee, en dan ga ik dood. Oh, wat ben ik een lul ook. Kut. Het zijn 9 om 6 nu, maar het is niet zo chill als ik had gehoopt. En de remmen toch. Ja, dat is helemaal niet chill. Dat is helemaal niet chill. Kut. Dit zijn wel echt campers eigenlijk, hou. Headshot. Oh, mijn rug. Oh, je bent geturnd, man. Door type 25. Kom
Kom maar. Oh, dat was een teammate. Oké, kom, loop door. Doe het zo. Oké, we gaan wel... UAV on standby. We gaan wel winnen. Spannend aan de andere kant. Inbound. Dat is echt mooi natuurlijk. Oh, sentry gun daar. Nee, oh my god. Ik vind dat is echt... Dat moet ze wel fixen in Black Ops 3. Dat als jij helemaal achter een muurtje ligt, dat je gewoon... niet meer geraakt kan worden als dat jij... Als dat jij boven een muurtje zit, wou ik zeggen. We're winning this fight. Ah, die was wel mooi, man. Laat mij, ik was one shot, dus... Hij hoeft hem maar één keer te raken en dan was ik de lul, hoor. Die centrum is ook kapot. Lekker gedaan, teammates. Haha! Zag je hem al gepre-aimed staan dat hij dacht dat ik daarin liep? Mooi niet. Zes kogels. Nee, dat zijn te weinig kogels. Lekker teammate. Oh! Was bijna nog dood gegaan. 20 op 10 is het eindscore. Niet altijd chill potje, maar het wapen is ook niet al te sterk, laat maar zeggen. Dus, laat even misschien een ander wapen waar ik een keer mee moet opnemen. Laat het gewoon even in de comments achter. En wie weet, ga ik er wel ooit een keer mee spelen. Dus, als jij natuurlijk genoeg hebt van deze video, laat alsjeblieft blauw duimpje omhoog achter. Helpt mij enorm. Als we de 40 lijstje Black Ops 2 kunnen halen, zou ik helemaal top vinden. En dan hoop ik jullie ook te gaan zien bij de volgende video. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later.